In de vorige video maakten we kennis met de landsadvocaat Johan van Oldenbarneveld en de stadhouder Maurits van Oranje, die zoon van Willem van Oranje. En zij leidden eigenlijk de Republiek samen naar de eerste successen. Vanaf 1588 verovert de Republiek onder leiding van raadspensionaris van Oldenbarneveld, die hebben we hier, en hij was dus eigenlijk verantwoordelijk voor de buitenlandse politiek, en de stadhouder Maurits van Oranje, en dat is de militaire leider die we daar rechts zien, grote delen van de Nederlanden. En dat zie je ook op het kaartje daar linksboven. Want dat donkergroene gedeelte, dat was wat de Republiek was in 1588. En dat lichtgroene gedeelte, dat wordt er in de jaren daarna bij veroverd. En de Spanjaarden die raken dus een beetje in de verdrukking in die noordelijke Nederlanden. En daarom ontstaan er al heel snel onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van de Republiek, waarvan Oldenbarneveld dus ook zeker bij aanwezig is, en vertegenwoordigers van Spanje over een eventuele vrede. Nou, en ze komen niet tot een permanente vrede, maar er wordt wel afgesproken dat er een tijdelijke vrede zal komen. Een vrede van 12 jaar, het 12-jarig bestand, dat in 1609 in zal gaan en in 1621 zal eindigen. En daarna kijken ze dan wel weer verder. En dat 12-jarig bestand dat dus in 1609 begint, dat geeft de Republiek eigenlijk even de kans om eindelijk eens op adem te komen. Want ze zijn eigenlijk vanaf 1568 alleen maar bezig geweest met vechten, met strijd. En nu is er dus even rust, hoeven zich even niet druk te maken over de Spaanse troepen. Nou ja, en dan krijg je dus ineens een heel rare situatie dat ze even niet naar het buitenland hoeven te kijken. En dan gaan ze dus juist naar zichzelf kijken en dan ontstaan er binnenlandse problemen. Er ontstaat politieke verdeeldheid tijdens het 12-jarig bestand. En die politieke verdeeldheid die dateert eigenlijk al van voor het 12-jarig bestand. Want Johan van Oldenbarneveld en Maurits van Oranje die komen steeds meer tegenover elkaar te staan. Ze hebben verschillende belangen, ze hebben een verschillende kijk ook op hoe de Republiek eruit zal moeten zien en hoe die bestuurd zal moeten worden. Nou, waarover gaat die politieke verdeeldheid? Nou, die gaat over de vraag of er vrede moet komen met Spanje. Johan van Oldenbarneveld, die we er bovenaan zien staan, die ziet dat wel zitten. Want vrede is goed, dat kost namelijk minder belastinggeld. En Holland, waar Johan de vertegenwoordiger van is, ja, die betalen het meeste belasting. Dus als er minder oorlog is, hoeft er minder belasting betaald te worden. En hoeft Holland dus ook veel minder te betalen. En daarnaast is Holland een echt handelsgewest. En vrede is beter voor de handel dan oorlog. Dus ook opnieuw, vanuit Hollands oogpunt gezien, vindt Johan van Oldenbarneveld het belangrijk dat er vrede komt met Spanje. En hij zou dan het liefst ook zien dat die 12-jarige vrede, dat dat een permanente vrede wordt. En Johan heeft hier dus eigenlijk de belangen van het gewest Holland vooral voor ogen. Maurits kijkt er als stadhouder, als legerleider, heel anders tegenaan. Want oorlog is beter voor de Republiek, zegt hij, want dan kunnen we ons nog verder uitbreiden. We zijn nu al zo goed bezig. Maar eigenlijk is oorlog ook vooral goed voor de macht van de stadhouder. Want Maurits die werd toch een soort nationale held door al die veroveringen die hij deed. Nou ja, en dit komt dus een beetje tegenover elkaar te staan. Ze staan er allebei anders in, maar eigenlijk op de achtergrond speelt ook gewoon de vraag van, oké, kan Holland als grootste gewest nou alles zelf regelen? En komt het dan niet te veel tegenover de andere gewesten te staan? Nou, hierover raken Johan van Oldenbarneveld en Maurits van Oranje eigenlijk niet uitgepraat en niet uitgeruzied. En dan is er nog een ander conflict dat ze dan gebruiken om elkaar helemaal dwars te kunnen zitten. En dat is een religieus conflict. Er is ook religieuze verdeeldheid tijdens het 12-jarig bestand. En die Republiek die is dus Calvinistisch en Calvijn die had gezegd dat er de zogenaamde predestinatie was. God die had al voorbeschikt wie er in de hemel en wie er in de hel zou komen en de mens zou er volgens Calvijn helemaal geen invloed op hebben. En ja, er ontstaat in de jaren voor dat 12-jarig bestand al, zo rond 1600, ontstaat er al een religieuze discussie, een theologische discussie eigenlijk, tussen verschillende hoogleraren van de Leidse Universiteit, over de vraag of de mens nou echt helemaal geen invloed heeft op het verkrijgen van een plek in de hemel, zoals Calvijn zou hebben gezegd. En dan is er dus een hoogleraar, een theoloog, die zegt van jawel, de mens heeft wel een beetje invloed. En die persoon, dat is de persoon waar Johan van Oldenbarneveld achter gaat staan. Dat is een beetje dus een vrijzinnige opvatting van het Calvinisme. Calvijn zegt nee, het is zo, het is heel streng. En Johan van Oldenbarneveld zegt van nee, er zit toch wel een beetje rek in, want de mens heeft wel een beetje invloed op Gods keuze. Niet veel, maar je kunt door goed te leven en goede dingen te doen, kun je Gods keuze nog beïnvloeden. Maurits is orthodox, is streng in de leer. En die zegt, nee, de mens heeft, zoals Calvijn ook heeft gezegd, totaal geen invloed op Gods keuze. En deze hele discussie woedt niet alleen tussen Johan van Oldenbarneveld en Maurits van Oranje, maar die woedt door de hele Republiek. En dat zorgt voor veel onrust in de gewesten van die Republiek. Er zijn relletjes, zeker in een aantal Hollandse steden, en dat zorgt ervoor dat er eigenlijk een oplossing moet komen. Er moet een soort eindoordeel komen van, nou,
Dit is het. De mens heeft ofwel of geen invloed. En er moet een nationale kerkvergadering komen. Dat is waar Maurits van Oranje op aanstuurt. Daar wordt gewoon voor alle 7 gewesten beslist, we gaan het zo doen. Johan van Oldenbarneveld, die vindt dat echter niks, een nationale kerkvergadering. Want nogmaals, hij is vooral ook, behalve leider van de Staten-Generaal, leider van het gewest Holland. En hij wil dus vooral ook voor de belangen van Holland opkomen. En hij zegt dus, nationale kerkvergadering, maar ieder gewest afzonderlijk moet beslissen wat nu de beste vorm van het Calvinisme is. En daarnaast zegt hij ook, en dat is echt tegen het zere been van Maurits van Oranje, dat de Hollandse steden zelf soldaten in mogen huren om de onrust, de relletjes, in hun steden tegen te gaan. Ja, en dat laatste is dus echt tegen het zere been van Maurits, want Johan van Oldenbarneveld die zegt hier eigenlijk, Hollandse steden, jullie mogen soldaten inhuren en die hoeven dus niet naar de stadhouder, de legerleider, te luisteren. En daarom laat Maurits van Oranje Johan van Oldenbarneveld arresteren in 1618. Hij wordt in Den Haag gevangen gezet en uiteindelijk, niet veel later, een paar maanden later, wordt hij op last van Maurits van Oranje zelfs onthoofd. En de twee mannen die samen ervoor hebben gezorgd dat die Nederlandse opstand zo goed verliep en dat dus die republiek ontstond, ja, die komen dus op deze dramatische manier, komt eigenlijk hun relatie tot een einde. Nou ja, en waar Van Oldenbarneveld ook voorstander was geweest voor een permanente vrede met de Spanjaarden, kun je dus ook al raden wat er in 1621 gebeurt. Maurits heeft gewonnen eigenlijk die hele strijd tijdens dat 12-jarig bestand. En in 1621 wordt de oorlog dan ook weer voortgezet. Maar die strijd die loopt eigenlijk best wel gunstig voor de Republiek. Want de Spanjaarden weten nauwelijks nog iets te winnen hier en daar een stad, maar uiteindelijk weet de Republiek steeds verder uit te breiden, weet Maurits en zijn opvolgers weten steeds meer gebieden te veroveren. En in 1648 wordt er dan ook vrede gesloten in de Duitse stad Münster. Wat zijn een aantal van die bepalingen? Nou ja, het belangrijkste is dat er een einde komt aan die Nederlandse opstand, aan die 80-jarige oorlog. De Spanjaarden erkennen nu de soevereiniteit van de Republiek. Ze zeggen dus dat de Republiek echt een onafhankelijk land is, dat het niet meer bij Spanje hoort. Iets wat Engeland en Frankrijk dus al in 1596 hadden gedaan. Denk terug aan de vorige video. En daarnaast is het zo dat de Republiek de veroverde gebieden in het zuiden mag blijven houden. En dat zijn dus, als we weer dat kaartje rechts gaan kijken, dat zijn dan dus de lichter groen gekleurde gebieden. En dat zijn de zogenaamde generaliteitslanden. Delen van de Republiek dus die geen eigen gewestelijke staat hebben, maar bestuurd worden door die Staten-Generaal.